De strafrechtelijke gevolgen van coronamaatregelen zijn groter dan je denkt. Ja, ook hebben de coronamaatregelen invloed op het strafrecht. En dat zijn best veel gevolgen, maar ik wilde graag twee bespreken. En de eerste is het gevolg wat we allemaal ook in de krant hebben kunnen lezen, dat de rechtspraak zo 9 weken de deur heeft gesloten. En daardoor de al bestaande enorme achterstanden natuurlijk dus nog meer zijn opgelopen. Dus de aankomende maanden wordt er van onder andere ook de advocatuur veel verwacht om die achterstand weer weg te kunnen werken. En een tweede gevolg is dat het eerlijk proces, wat al wankelde, echt nog meer aan het wankelen is gebracht. Je komt als verdachte echt al wel met 2 of 3-0 achterstand een zittingszaal binnen als je daar dan moet verschijnen. Maar middels een videoverbinding enorm belangrijke zittingen afhandelen, wetende dat die videoverbinding, mocht je gedetineerd zijn bijvoorbeeld, na 45 minuten automatisch wordt verbroken, onafhankelijk van de vraag of je zaak dan al klaar is. Ja, dat zijn natuurlijk dingen die bijna schandalig te noemen zijn als je het hebt over het recht op een eerlijk proces, zoals wij dat in onze rechtsstaat zo belangrijk vinden. Wat heeft het strafrecht met de coronamaatregelen te maken? Ja, het strafrecht is waarschijnlijk niet het eerste waar je aan denkt als je het over de huidige coronamaatregelen hebt. Maar die consequenties liggen nu nog iets meer op de achtergrond. Maar we gaan ze echt de aankomende weken en maanden wel veel meer zien en ook beleven. Zeker, als ik een voorbeeld mag geven, de jeugd die nu een zogenaamde coronaboete krijgt en denkt, nou weet je, die 100, 105 euro, die betaal ik wel, waar gaat het over? Die realiseert zich op dat moment niet dat de consequentie daarvan is dat je een strafblad krijgt. En een strafblad is nooit een cadeautje. En zeker niet als je bijvoorbeeld voor je werk of je stage of je school een VOG, ofwel een verklaring omtrent gedrag, nodig hebt. Dan wordt er namelijk gekeken, heb je een strafblad, heb je documentatie? En dan zou in theorie zo'n coronaboete er dus voor kunnen zorgen dat je die VOG niet krijgt. En ik vind het schandalig dat justitie dat niet communiceert. Ze delen wel boete uit, maar ze wijzen je niet op de consequentie. Dus dit zijn echt dingen die we op termijn gaan ervaren en zien. En zo heeft dus ook het strafrecht, of het corona op het strafrecht, echt absoluut gevolgen en consequenties. Ook voor ondernemers? Ja, goed dat je het vraagt. Ja, zeker ook voor ondernemers. Er is nu natuurlijk een heel pakket aan steunmaatregelen aangeboden. En ik zie en hoor om me heen dat er heel veel ondernemers gebruik maken van die steunmaatregelen. Maar de overheid heeft al aangekondigd dat misbruik van dit soort regelingen ook middels het strafrecht wordt opgelost. En als we het puur sec over misbruik hebben, dan zal niemand daar een probleem mee hebben. Maar er zijn natuurlijk ook ondernemers die nu denken, oeh, ik heb het nodig. En mogelijk in een bepaalde overweging met net iets te grote gemakkelijkheid die maatregelen aanvraagt. Waarvan ze later zeggen, nou was misschien toch niet nodig geweest. En als we dat soort ondernemers ook lastig gaan vallen met het strafrecht, vind ik dat zeer ongewenst. En daar komt bij, we hebben in Nederland ook een fiscale opsporingsdienst, de FIOD, behorende bij de Belastingdienst. Die heeft ook al aangekondigd, we gaan niet eerst grootschalig onderzoek doen alvorens we ergens binnenvallen. Maar als we een vermoeden hebben, dan bezoeken we die onderneming. En ze kondigen zichzelf niet aan, komen ook niet gezellig koffie drinken, maar de hele straat kan meegenieten van een dergelijke inval. En dat vind ik zeer ongewenst en ook ongepast. Ook gezeur na het aanvragen van steunmaatregelen of andere juridische coronaproblemen? We helpen graag.